Een nieuwe week, een nieuwe vraag. Welkom bij Goeie Frag, waarbij we elke week een nieuwe stelling, een nieuwe vraag beantwoorden vanuit de community. Met deze week een vraag van Maarten van Loven. Bedankt Maarten voor je vraag, want hij vroeg zich namelijk af. Wat was de grootste gameflop van 2017? Dus welke game hoopt hij dat echt geweldig zou worden en is echt een totale flop geworden? Dus hier bij de stelling, wat waren onze grootste game teleurstellingen van 2017? We gaan het nog heel even hebben over 2017. Het laatste wat we erover zeggen en dan houden we er echt mee op. Mijn grootste teleurstelling voor 2017. Twee of drie dingen. Ik vond het heel vervelend dat Red Dead Redemption 2 niet uitkwam. Vond ik echt heel kloot, want wij hebben boven nog een poster staan hangen met dat hij in de fall komt van 2017. Dus we worden constant aan geremind dat hij er nog niet is. Dat is jammer. Ik vond Star Wars Battlefront 2 een teleurstelling, omdat de multiplayer me niet heeft kunnen raken zoals het had gemoeten. En er was heel veel gedoe rondom de loot crates. Dat was gewoon één grote pay-to-win game. Dat hebben ze inmiddels wel een beetje aangepast, maar ze komen er toch op een of andere manier niet uit. Want de aanpassingen die werken toch niet zoals ze moeten. Kortom, dat is een hele grote teleurstelling. Echt heel erg jammer. Mijn Star Wars hart heeft sowieso in 2017 heel veel te verduren gehad met fucking Last Jedi. En dan heb ik nog één ding en dat is Mass Effect Andromeda. Ik vond Mass Effect Andromeda niet zo slecht als heel veel mensen hem wel vonden. Ik vond dat er een beetje te veel anti-hype was vanwege die gezichten in het begin. Die zijn aangepast. Het is nou een prima game, maar het is gewoon niet zo goed als de originele trilogie. Dat had ik gehoopt. Ik had gehoopt dat we weer iets nieuws gingen doen, iets een nieuwe stap in Mass Effect. En dat heeft Mass Effect Andromeda toch niet geboden. En dat is een hele grote teleurstelling. Ah. Maar verder was het hoogtepunt de Switch en dat maakt alles goed. Toch, even eindigen met een positieve noot. Vind ik belangrijk. Belangrijk te hebben. Mijn grootste game flop, game teleurstelling van 2017. Ja, die weet ik wel. En dat was voor mij denk ik een game met een nieuw combat concept. Wat echt voor mij geweldig leek. En bleek echt een grote flop te zijn in like het spel, het verhaal, de multiplayer was voor even goed, maar daarna kwamen de servers en het verhaal was niks en het was te weinig en het was zo minimalistisch en ja, het ging zo snel dood. En ik heb het natuurlijk over For Honor. Het was echt dat spel, ik vond het echt, toen ik dat voor het eerst zag, vond ik dat zo tof. Echt gewoon de drie nieuwe facties met de samurai, de viking, de knights, echt. Want ik ben zelf echt een grote fan van Medieval en ik dacht, nou, dit is hem. Dit is het. Dit is het spel, mijn spel. Dit moet het worden. De combat was een compleet nieuwe ervaring met dat je zelf je kanten moest kiezen van waar je moest blokken. En hoe je allemaal soorten variaties van moves en aanvallen. En ik vond dat echt tof. Iedere character was weer uniek in zijn eigen manier in vechten. Dus qua idee en concept is het eigenlijk echt geweldig. En toen kwam Ubisoft met zijn servers. En dat was één drama, één grote flop. Iedereen lag eruit, je kon geen matches vinden, iedereen lekt, iedereen werd eruit gegooid. Daarnaast was de story, ja, was gewoon een soort kleine tutorial-achtig. Je loopt door een grote map heen en je verslaat NPC's die je eigenlijk zo dood hebt. Je hebt dan standaard één baas en die moet je verslaan en dan ga je weer door naar een ander character. En dat was het wel zo'n beetje. En dat vond ik zo jammer, want we hadden er zoveel meer mee kunnen doen, weet je. Stel je had vorige een open world of zo, dat je met anderen samen of dat je grote baas had die je alleen met anderen kon doen. En ze hadden daar zoveel meer mee kunnen doen, waar ik gewoon jammer vind dat het gewoon zo simplistisch en standaard is gebleven. De multiplayer was wel gewoon tof, alleen ja, het spel ging te snel dood en dat was voor mij wel echt jammer. Want ik keek er wel echt naar uit, ja. Renault, nou, ik ga niet weer eeuwig lopen lullen over Destiny 2, want dat was de ene grootste flop voor mij. Dat was gewoon drama. Dat is gewoon ook mijn eigen mening, want nog steeds heel veel mensen vinden het een fantastisch spel. Leuk voor jullie, ga lekker door. Mijn grootste flop van 2017 is For Honor. Allereerst even disclaimer. Wanneer ik iets kut vind, betekent het vooral dat ik waarschijnlijk te hoge verwachtingen had. En dat was bij dit ook. Ik ben namelijk stiekem een beetje teleurgesteld in Nintendo. Ja, dat komt vooral, ik zag de Nintendo Switch. En al met die aankondiging en ik kon wel janken, zo blij was ik. Ik vond het zo tof. Alleen, het waren gewoon de kleine dingen die Nintendo heeft gedaan waarvan ik dacht... Bijvoorbeeld Super Mario Run keek ik zo naar uit. Dat was een beetje... jammer. Animal Crossing Pocket. Oh yes, een beetje jammer.
Nintendo Switch, super awesome. Je hoort me er niet over zeuren, maar door mijn eigen domme verwachtingen had ik toch een beetje van, ik had toch verwacht dat, de virtual console erin zat en allemaal van die basic dingen die niet gelijk erin zaten, dat die er al waren. Ja, dus dat is tegelijkertijd, was ik super blij met Nintendo in 2017, maar dus door mijn eigen domme hoogverwachtingen, dat is even deze disclaimer die ik echt heel vaak erbij wil zetten, was ik ook een beetje teleurgesteld. Ja, de grootste teleurstelling van 2017 qua games. Ik heb afgelopen jaar eigenlijk alleen maar goede games gespeeld, maar ik moet dan toch wel toegeven dat een van de games die qua het hele geheel een beetje tegenviel was For Honor. Ik vind For Honor echt een ontzettend vette game. Het hele concept is tof, de combat is tof, de hele stijl is natuurlijk vet, want er zit een viking in. En het is gewoon keihard bruut afslachten. Het nadeel is dat het vechtsysteem heel erg gevoelig is voor het gebruik maken van dezelfde combo's die misschien toch een beetje OP zijn of zo. De ontwikkelaar probeert het te balanceren, maar ja goed, het is gewoon heel moeilijk met dit combat systeem en daardoor is eigenlijk gewoon binnen de community alles verneukt. De servers deden het in het begin niet goed, dus de game verloor al heel veel spelers. En daarnaast, het combat systeem is niet waterdicht. Als jij de combo's kent, dan kun je iemand gewoon zo makkelijk afslachten en dan kun je dat gewoon niet verdedigen. En daardoor zijn denk ik heel veel mensen ook afgehaakt. Maar daardoor ben ik het eigenlijk ook maar heel weinig gaan spelen, omdat ik het online niet meer leuk vond. En om een tweede keer een singleplayer te spelen, dat vond ik het ook niet helemaal waard. Dus ze proberen het met de game, maar For Honor is in dat opzicht toch wel een beetje een teleurstelling geworden, omdat normaal is de game is heel vet, maar het combat systeem is niet waterdicht, dus het houdt het op, helaas. Deel 2 voor verbeteringen, doe maar. Dat was hem dan, de grootste game flops, game teleurstellingen van 2017. Vond je het nou leuk? Had je nou ook een titel waarvan je dacht, dat was echt een grote flop? Dat had zo geweldig kunnen zijn, maar nee. Laat het hieronder weten. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan vond en welke game jij natuurlijk echt een grote flop vindt. Dus reageer hieronder, discussie lekker mee. En natuurlijk zijn we elke week weer op zoek naar een nieuwe goede frag. Het mag echt over alles zijn. Het mag over games gaan, over ons, mag echt over jezelf gaan. Maakt niet uit wat jij leuk vindt. En misschien komt jouw vraag wel volgende week in een nieuwe goede frag. Vond je nou een leuke aflevering? Laat het hieronder weten in de comments. Like, subscribe, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Maakt allemaal niet uit. Kom lekker langs, laat even een reactie achter. En dan zie je volgende week.